Rare geluiden komen uit de hoge bomen in het moeras. Witte koppen en mooie witte dijvlekken sieren de aalscholvers in hun baltskleed. Deze witte vlekken zijn erg belangrijk bij de balts. Mannetjes zakken op het nest door de poten, gooien de kop in de nek en buigen hun staart naar voren. Dit bewegen van de vleugels wekt de interesse van een overvliegend vrouwtje. De witte dijvlekken steken erg af op het diep zwarte verenkleed. Door deze witte vlekken zien de vrouwtjes het geflapper. Vrouwtjes hebben een voorkeur voor actieve mannetjes. Hoe actiever het mannetje klapt met de vleugels, hoe aantrekkelijker het vrouwtje hem vindt. Deze twee hebben elkaar gevonden. De balts is gelukt. Het klaarmaken van het nest kan beginnen.